Vandaag maken we een makkelijke pikante pulled chicken. Wat hebben we hiervoor nodig? Uiteraard hebben we hier kip voor nodig. Dit is ongeveer een 500 gram kip. Als je kip over hebt van bijvoorbeeld kippensoep maken of zo, is die daar ideaal voor geschikt. Anders kan je ook gewoon een kipfilet koken en deze uit elkaar halen. Dus dit is ongeveer 500 gram. Wat hebben we nog nodig? Twee uien. Een stukje gember. Zoals je kan zien komt deze gember weer net uit de diepvries. Ik vries mijn gember apart in de diepvries, zodat ik altijd wanneer ik gewoon een stukje nodig heb, het er kan uithalen. Twee teentjes knoflook. En dan hebben we nog nodig 2 eetlepels azijn gaan we gebruiken. 1 eetlepel suiker gaan we gebruiken. We gaan dan nog ketchup gebruiken. Sambal, je kan zien, hier wordt de sambal goed gebruikt. We hebben hier grote potten voor. Tomatenpuree en eventueel nog een beetje zout. Ik heb een rode en een gewone ajuan. Dat kunnen evengoed 2 gewone ajuanen zijn. En uiteraard gaan we de gember en de knoflook ook in kleine stukjes snijden. Zo, het eerste wat we gaan doen is de ui, look en gember aanstoven. Dan gaan we er een goede eetlepel tomatenpuree bij doen, wat ketchup, sambal, een beetje suiker, dat is niet al te veel, een klein eetlepeltje. Voor de azijn is het normaal 2 eetlepels, maar ik doe er gewoon wat in. Meestal komt dat dan wel ongeveer uit. En nog een snufje zout. Nu doe ik er nog water bij. Dit mag iets meer zijn dan een glas. Dus een glas en een derde ongeveer. Het zal ongeveer 300 milliliter zijn. En dit gaan we nu eventjes laten doorkoken voor ongeveer een goede 5 minuutjes. Ondertussen steek ik ook al een afbakbroodje in de oven. Zo, en na 5 minuutjes kan je de kip erbij doen. Ik proef aan ondertussen ook altijd eventjes of ik het pikant genoeg vind, zoet genoeg vind. Dus naar eigen smaak dat je het dan nog wat kan aanpassen.